Daar komt de man uit Roosendaal, Moreno Hoofdland. Gaat hij het redden of niet? Maakt hij het waar? Moreno Hoofdland wint deze Volta Limburg Classic. Ja, mijn oma en mijn moeder die houden altijd al de krantenknipsels wel goed bij. Mijn oma gaat af en toe de krant aan, net over de grens in België. Ik heb er nou denk ik al 3 vol, dus de laatste tijd gaat het hard. Want Hoofdland won dit voorjaar al 3 keer. In februari pakte hij een etappe in de ronde van Andalusië en een maand later won hij in Parijs-Nice. Maar Hoofdland gaan ze niet meer pakken. Hij zegeviert in de tweede rit van Parijs-Nice. Tussendoor werd hij ook nog tweede in de semi-klassieker Kuurne-Brussel-Kuurne. Hoofdland die toch nog komt, Hoofdland die toch nog komt en het is Bonen die het haalt. En afgelopen weekend kwam hij dus als eerste over de meet in Limburg. Een overwinning met een speciaal tintje. Ten eerste, mijn vader heeft me ook wel eens gewonnen, dus dat is wel speciaal dat ik hem ook dan kan winnen. Het is ook de eerste keer voor de ploeg dat we daar gewonnen hebben. En mijn ploegleider Frans Maas die komt uit Limburg, dus die was nogal op gebrand om daar een keertje te winnen. Dat is voor het eerst in 13 jaar denk ik nou gelukt, dus daar was ik wel heel blij mee. Waar Hoofdland vorig jaar in zijn eerste profseizoen nog wel eens moeite had om mee te komen, weet hij nu wedstrijden te winnen op het hoogste niveau. De kiem van het succes werd gelegd aan het einde van vorig seizoen. Tegen het einde van het jaar toen won ik in China toen ik een paar etappes. Natuurlijk krijg je wel vertrouwen van. Ja, ik ben natuurlijk met veel moraal de winter ingegaan. Ik heb gewoon goed kunnen trainen van de winter. En ik denk dat 1 jaar bij de profs en ja, natuurlijk moraal van vorig jaar erbij. Ik denk dat 1+1=2 is, denk ik. Met het steeds dikker wordende plakboek groeit ook de status van Hoofdland in het peloton met rap tempo. Net als in Parijs-Nice komen sommige mannen, net als toch Husselt, zo komen even vragen hoe het gaat en zo. En hoe oud ik ben, dan willen ze wel een beetje weten wie je bent. Dus dat zijn wel leuke dingen. Ik denk dat je nou een beetje meer in de gaten gehouden wordt, ja.